Ja, Remco, zit erop. De laatste training heb je gehad. 4 jaar Juliana. 2017 kwam je hier. Hoe ging dat eigenlijk? Ja, hoe ging dat eigenlijk? Als ik me niet vergis, was het toen rond december. Toen ik een telefoontje kreeg van onze beste vriend Frank Duighuizen. Nou, en toen wist ik wel eigenlijk een beetje hoe laat het was. Juliana speelde toen hoog, hè? Die speelde toen in de topklasse, noemden ze dat, hè? Ja. Was dat iets dat je dacht van, ja, dat trekt me dan meer? Nou, nee, dat niet eens zozeer. Het gaat mij dan wel om de club. Kijk, het niveau, ja, natuurlijk kies je voor een bepaald niveau wat je ambieert. Maar ja, ik zat 5 jaar bij AWC en 5 jaar is lang, denk ik, tegenwoordig als trainer. En nou, dan moet het wel een leuke nieuwe uitdaging zijn waarvan ik zeg dat ik minimaal op dat niveau blijf. En dan kom je in 2017, hè? Ja. Nou, Juliana degradeerde toen uit die topklasse, hè? Ja. En toen begon je aan deze klus. Ja. Ja, maar ja, toen degradeerde je ook weer. Dacht je toen van, waar ben ik ingestapt? Nou, toen dacht ik in eerste instantie, waar ben ik nou voor een trainer? He? Heb ik al hier wel iets te zoeken? Nee, flauwekul, maar... Nee, ja, het was natuurlijk een lastige periode natuurlijk voor de club. He? De derde divisie en dan verlaten natuurlijk altijd wat spelers. En dan ga je naar de hoofdklasse en dan moet het natuurlijk allemaal wel een beetje meezitten. En dan denkt natuurlijk iedereen, dat speel je feilloos mee. Toen hebben we heel veel pech gehad volgens mij met blessures en dat is ook weer cliché. Ja, je speelt 11 tegen 11 natuurlijk. Maar uiteindelijk, als je het over het hele seizoen uitsmeert, kwamen we gewoon tekort. Gelukkig, je herstelt heel goed, want ja, daarop word je eigenlijk wel overtuigend door kampioen. Ja, nou goed, dat is ook weer natuurlijk zo. Dan ga je weer een klasse lager, kom je in de eerste klasse. Dan komt in één keer corona. En ja. Dan valt het seizoen stil. Als het seizoen afgelopen of afgemaakt zou worden, had je zomaar nog kampioen geworden? Nou, niet zomaar. We waren kampioen geworden. Uiteraard. Ja, dat kan je natuurlijk nooit bewijzen, maar we zaten wel in die lijn. Ja. En dat was wel aannemelijk, maar we hadden ook echt de ploeg ervoor. En niet altijd de beste ploeg, maar als je, het was wel een vriendengeheel. Dat had echt wat voor elkaar over. Ik had er ook een paar trainers bij, zeg ik dan altijd, kwaadschiks of goedschiks. Met een Twan Smits en Jeroen Meijers, wat oudere jongens. En Vincent Verbeek. Ja, dat zijn allemaal jongens die als verlengstuk fungeren voor mij. En tenminste, zo voelde ik dat. En samen hebben we denk ik dat hele span wel bij elkaar gehouden. Nou, 4 jaar lang mocht jij hier als trainer van het eerste dan. Wat is je voor de rest bijgebleven, die 4 jaar? Ja, de gezelligheid. Buiten het voetballen om. Voetballen kom ik daar nog even op terug. Maar kijk, buiten het voetbal heb ik ook mijn stichting. Ja. Op sociaal maatschappelijk vlak op Curaçao. En dan bedoel want even voor de mensen die dat niet weten. Hè. Je hebt inderdaad een stichting. Hè, en daar zet jij je voor in voor de mensen in Curaçao. Dat doe ik al 15 jaar. Ja, voor de jeugd. En 1 keer per jaar ben je met de jongens ben je daar naartoe gegaan om ze daar te laten inzetten. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook weer een verhaal apart. Kijk, dat doe je niet als je bij een club zit en je weet dat je daar geen groep voor hebt. Want je weet als je naar Curaçao gaat, dan heb je het ene gedeelte, heb je het strand en de muziek. En het andere gedeelte is waar we natuurlijk over praten. Nou ja, wat ik 15 jaar al doe, is natuurlijk sportles en leermateriaal. Dus het gaat om de kinderen die gaan naar school van 7:30 tot 11:30. 12 uur, ja, wat gebeurt er dan? En er zijn vaak gezinnen waar met 4, 5 kinderen, er kan er maar eentje op sport. Voor de rest is geen geld. Uit verveling gaan ze natuurlijk andere dingen doen. Ja. Dus het is een leertraject en dat is weer gekoppeld aan de situatie thuis. Vaak zeggen ze natuurlijk altijd van maar kijk eens naar de ouders, hè, die moeten daarvoor zorgen. Maar ja, als je zelf ook niks mee hebt gekregen. Ja. En daar maken de jongens eigenlijk of de club eigenlijk nu een onderdeel van uit. En wij zijn dus met hun daar naartoe gegaan met 36 personen, inclusief wat van bestuur en staf. En daar heb ik eigenlijk de jongens echt leren kennen. Maar echt gewoon sociaal-maatschappelijk aan de gang met echt mensen die niks hebben. Naast dat je bij is gebleven hoe warm de club is, dat ze zich ook maatschappelijk wilden inzetten. Hè? Wat zijn er nog andere dingen die je zijn bijgebleven? Want het is een hele levendige club natuurlijk, Juliana. Dus er gebeurt veel. Ja, er is heel veel gebeurd. Kijk, en Sinterklaas is voorbijgekomen hier ook. Hè? Dat is ook weer een verhaal apart. Nou, ik zeg dit, ik noem dit zo, omdat ik vind dat je binnen deze club met heel veel overleg gewoon heel veel kon doen. Ook voor de supporters en onderling met elkaar. En ik denk dat ik in die afgelopen 4 jaar wel een boek kan schrijven van hetgeen wat we allemaal gedaan hebben. En misschien wat ik nog voor ogen had, maar
nu een andere keuze heb gemaakt. Maar ja, waar moet ik beginnen? Ja, ja. Laatste training is geweest. Maar ik heb het idee dat het niet de laatste keer is geweest dat je bij Juliana bent geweest. Nee, dat sowieso niet. Kijk, er komen misschien wel functies vrij dadelijk. Hè? Voorzitterschap of zo, of wat dan ook. Nee. Maar nee. Kijk, als Juliana in de toekomst weer komt, dan hoef ik waarschijnlijk niet na te denken. Nee. Dat is zo. Maar kijk, ik heb hier ook iets heel anders opgebouwd met de mensen hier, met de supporters en met de ploeg. Ja, ik spreek veel trainers, links en rechts in Nederland, op alle niveaus. Maar ik denk dat we hier wel, het past bij mij, laat me het zo stellen, heel goed gedaan hebben. En dat is zeker niet de laatste keer dat ik hier geweest ben. Remco, dankjewel. Graag gedaan.